zelfs al op de grond. Black Friday bij de Mediamarkt. Nou, daar moeten we natuurlijk bij zijn hier in Bergen op Zoom. En eens kijken of we iemand blij kunnen maken. Ik heb hem nog steeds, de pinpas van de winkeliers. Dus ik ga lekker pinnen voor mensen en kijken wie ik kan overvallen. Ja, er wordt druk gezocht bij de accessoires. Hallo meiden, sorry dat ik jullie even overval. Ik zie jullie een beetje bij de telefoonhoesjes kijken. Ja. Klopt dat? Ja. Had je een nieuwe nodig? Ja. En jij? Nee, ik niet. En als je hem nu cadeau krijgt? Een hoesje. Ja, een hoesje? Nee, die koop ik zelf wel dan. Die koop je zelf. Wat zou je dan graag cadeau willen hebben? Een telefoon. Een telefoon, ja, weet je. Het is Black Friday, dus je krijgt veel korting. Maar ik ga wel voor jou, ik heb een pinpas, een telefoonhoesje pinnen. Ja, dat is goed. Dat krijg je cadeau namens alle winkeliers hier uit de parade. Oké, dankjewel. Dus als je hem nog cadeau wil hebben, is dit je mogelijkheid? Oh ja, dat is ja, goed. Dan wel, hè. Nou, dan weet je, moet ik er wel eentje uitkiezen. Ja, ga even lekker kiezen. Ik wacht even. Gaan jullie hem even kiezen? Alsjeblieft, graag gedaan. Wat voor telefoon heb je? Een 6S iPhone. 6S iPhone. Ja. Oké, nou daar hebben ze er genoeg van. Ja. En is dat een vriendin van je? Nee, dat is mijn zus. Je zus. En wat heeft die voor telefoon? Een Note 8. Oké. En die had het hoesje al te pakken, toch? Ja. Ja. Niet zoveel keus. Je hebt niet zoveel keus, nee. Nee. Dus, hey. Ja. Nou, helemaal goed, toch? Ja, het is er eentje, dat is cool. En mag ik het? Komen jullie uit België toevallig? Ja. Wij krijgen namelijk van Wij Pinnen voor U heel vaak het verzoek wanneer komen jullie naar België met jullie programma. Maar het is wel leuk dat we nu kunnen zeggen dat we een keertje Belgische gasten in de show hebben. Ja, dat is waar. Ja, en waar kom je vandaan uit België? Ja, ik woon in Put, in Hollands Put eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk woon ik in Holland, maar... Maar het ligt tegen België aan? Ja, ja. Dus je bent in een WIP in België? Ja, ja, klopt. Nou, hartstikke goed. Ik ga kijken bij je zus hoe ver het daarmee staat. Want die is wel wat lastiger, hoor. Ja, het moet ook een apart hoesje zijn. Ja, ik heb er al best wel veel. Maar een nieuwe is niet verkeerd. Jij gebruikt als een soort armband en ketting af en toe een ander hoesje om je telefoon? Ja, klopt. Nou ja, hartstikke leuk. Nou, dan gaan we naar de kassa. Zal ik ze voor jullie aannemen allebei? Het wordt deze voor de iPhone 6S. S6S. En het wordt deze, daar is nog niet zoveel keus, want dat is de... Note 8. De Note 8. Ook in België hebben ze de Note 8. Maar nu de kassa. En we zijn ook gelijk aan de beurt, ondanks dat ze hier vanmorgen voor de deur lagen bij de Mediamarkt. Ik ben benieuwd, zouden we nog korting krijgen omdat Black Friday is? Wat denk je? Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon even vragen. Hallo, goedemiddag. Is er nog speciale korting vandaag met Black Friday? Er is wel speciale korting, maar niet op deze producten, denk ik. Hebben jullie geluk, want ik ga voor ze afrekenen. Oh, dus nou, krijg je het toch helemaal gratis. Is het eigenlijk, jullie Black Friday is gewoon 100% korting bij de Mediamarkt? Ja, dat is heel fijn. Ja, toch? Nou, pinpas erin. Ja, en ik ben akkoord. Nou, even kijken hoor. Die was voor jou, alsjeblieft. En dit was jouw telefoonhoesje, alsjeblieft. En ik zou zeggen, succes met de verbouwing. Ja, dankjewel. En nou, veel plezier met de telefoon, ja, maar dat gaat goed komen. Hij is beschermd, graag gedaan. Dankjewel. En tot de volgende keer. En doen ze de groetjes in België. Ja,